Dames en heren, jongens en meisjes, welkom weer bij een nieuwe podcast. En vandaag behandel ik rekenvolgorde. Oftewel, wie heeft er voorrang in een lange som? In een lange som? Waar heeft die man het over? Nou, ga ik ga het je laten zien. Soms kom je som som tegen. 6 plus haakje openen, 3 min 2, haakje sluiten, keer 4 plus 5 is. Wat komt hier nu uit? Ja, dat weet ik wel. Ik doe gewoon 6 plus 3, dat is 9. Min 2 is 7. Keer 4 is 28. Plus 5 is 33. Hier komt 33 uit. Dat is niet goed. Daar komt geen 33 uit. Daar komt iets heel anders uit. En hoe kan dat? Omdat er voorrangsregels zijn. Er is een bepaalde volgorde in een lange som, zoals net. Oké, okay. maar wat betekent dat dan nu? Nou, kijk nog maar eens een keer naar die som van net. Dit is een lange som. Ja, de eerste voorhandsregel is dat haakjes altijd eerst moeten worden uitgerekend. Hé, wat bedoelt hij? Nou kijk hier, tussen haakjes staat 3 min 2. Dan gaan we dat eerst uitrekenen. Want haakjes gaan altijd eerst. 3 min 2 is 1. En als we dat hebben uitgerekend, dan krijg je dus de som 6 plus 1 keer 4 plus 5. Oké, okay. en dan? Nou, de tweede voorhandsregel is... Na de haakjes krijgen we de sommen met keer en gedeeld door. Ja, nou ja, we hadden net die 3 min 2 uitgerekend. Daar kwam 1 uit. Dat staat er ook bovenaan in het rood. Dus we krijgen nu de som 6 plus 1 keer 4 plus 5. En we hebben gezegd, naar de haakjes, altijd de keer en de deelsom. Nou, er staat geen deelsom in, maar wel een keersom. 1 keer 4. Dus die moeten we eerst uitrekenen. En dat is 4. 1 keer 4 is 4. Dus dan krijg je de som 6 plus 4 plus 5 is. Oh ja. De derde voorgangsregel. Ja, na de keer en gedeeld door, dan gaan we de sommen uitrekenen met plus en min. Nog een keer naar de som. Ja, die 4 hebben we uitgerekend, 1 keer 4 hadden we net. Dan krijgen we dus 6 plus 4 plus 5. En dat bij elkaar opgeteld is dus 15. Dus uit die som net aan het begin komt niet 33, maar 15. Dat is een wereld van verschil, of niet? Nou, zul ik het nog eens even een beetje moeilijker maken dan. Soms kom je zo'n som tegen. Ik lees hem even voor. 120 gedeeld door haakje openen, 8 min 4, haakje sluiten, plus 6 min 2, keer 3, plus 8 gedeeld door 2. Ja, hallo zeg. Hoe moet ik dit nou weten? Nou, gewoon op dezelfde manier als net. Wat hadden we gezegd? Ja, ja, eerst tussen haakjes. Dat is die 8 min 4, die gaan we uitrekenen. En 8 min 4 is 4. Oké. Okay. Dan krijgen we weer de som 120 gedeeld door 4. Dat is die 8 min 4 dus. Gedeeld door 4. Plus 6 min 2 keer 3. Plus 8 gedeeld door 2. Ja. Nou, na de haakjes moesten we de keer- en de gedeeldsommen doen. Gaan we doen. 120 gedeeld door 4 is 30. 2 keer 3 is 6. En 8 gedeeld door 2 is 4. En vervolgens schrijven we de rest er weer bij, en tussen. Dan krijgen we in het groen, dus nu de som, 30 plus 6 min 6 plus 4. Nou ja, en na gedeeld en keer hadden we nog de plus en de min som, en die doen we nu. Nou ja, 6 min 6, dat staat in het midden. Hè, de groene som, dat is 0. 6 min 6 is 0. Dus dan krijg je eigenlijk 30 plus 0 plus 4 is 34. Dus uit die hele grote som daarboven komt het antwoord 34. Dit zijn dus voorrangsregels. Eerst alles wat tussen haakjes staat. Dan krijgen we keer en gedeeld. En dan plus en min. Ja, als het dan een beetje meezit, dan heb jij je. Je rijbewijs gehaald. als jij je aan de voorrangsregels kan houden. Heb je dat nou niet? Ben je gezakt? Kijk dan deze podcast nog een keer. Heb je je rijbewijs wel gehaald? Dan zou ik even een feestje gaan vieren. Had ik idee. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. dookie.